Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, woensdag 9 februari. Het reproductiecijfer lijkt opnieuw te stijgen. Laten we even een kijkje nemen op de COVID-19 dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn er 350 mensen positief getest op het coronavirus uit de 810 swabs die zijn afgenomen. 460 mensen bleken negatief te zijn, wat het percentage van het aantal positief geteste personen op 43,2% brengt. Dit percentage moet onder de 10% zitten volgens de Wereldgezondheidsorganisaties. Alleen deze maand, die maar nauwelijks 9 dagen oud is, zijn er al 2470 personen besmet geraakt. 3 personen hebben hun leven gelaten in het academisch ziekenhuis. 25 doden staan genoteerd voor deze maand. Vanaf de pandemie zijn intrede deed in Suriname zijn er in totaal 1288 personen overleden aan deze zeer ernstige longziekte. 15 mensen worden eenmaal 24 uur gemonitord op de verschillende intensive care units en 62 personen worden er behandeld in de ziekenhuizen. Het reproductiecijfer lijkt een lichte stijging te hebben. Dat cijfer staat nu op 0,92. Hoewel 63% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nu tegen COVID-19 is ingeënt, blijft de dekking ongelijk, met 14 landen en gebieden waar 70% van de bevolking is ingeënt en eenzelfde aantal waar zelfs geen 40% van de bevolking is ingeënt, zei de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa F. Etienne, tijdens een persconferentie. Met 7 miljoen nieuwe infecties en meer dan 34.000 sterfgevallen die sinds vorige week in de regio zijn gemeld, wees de PAHO-directeur op zorgwekkende lacunes in de vaccinatie van risicogroepen, waarbij sommige landen een lagere vaccinatiegraad melden onder ouderen in vergelijking met jongere groepen die minder risico lopen op ernstige ziekte. Dr. Etienne zei dat de volledige omvang van de ongelijkheid onbekend blijft, omdat gedetailleerde gegevens beperkt zijn zodat het van vitaal belang is dat landen gegevens verzamelen en rapporteren over de vaccinatiegraad per leeftijd, geslacht of risicogroep. Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor het opzetten van gerichte vaccinatiecampagnes, het maximaliseren van het effect van vaccindoses en het redden van levens, zei ze. Met het oog op de komende COVID-vaccinatiecampagnes kondigde de directeur aan dat de vaccinsvoorraden naar verwachting in 2022 zullen toenemen. De ontwikkelingen rond COVID wereldwijd worden dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden. Aan de hand van de ontwikkelingen worden er maatregelen samengesteld met als doel het beschermen van de samenleving. De maatregelen worden samengesteld door het Outbreak Management Team, waarna die gepresenteerd worden aan het parlement. Het is dus niet de minister van Volksgezondheid die de maatregelen opstelt, zoals de lockdowns. In een interview legt de minister van Volksgezondheid Amara Madin uit hoe dat wordt uitgevoerd. Er is een wet burgerlijke uitzonderingstoestand. En die wet is in maart 2020 aangenomen. Daarna verlengd, dat was voor 6 maanden in september. Daarna hebben we weer verlengd voor een jaar. En in die wet staat duidelijk aangegeven dat we in een uitzonderingstoestand zijn als land vanwege COVID-19. En er zijn daar een heleboel bepalingen opgenomen, een heleboel artikelen opgenomen. En ook de taakomschrijving is gegeven. De minister van Volksgezondheid, het is een gezondheidscrisis. Dus de minister van Volksgezondheid is de eindverantwoordelijke wat betreft het beleid ten aanzien van de medische kant van het verhaal. Okay. COVID-19 heeft ook een sociaal-maatschappelijke, een financiële, een handhavende, noem het maar op. Het heeft zijn uitlopers en tentakels, zoals we dat noemen, tot die hele maatschappij. De minister van Volksgezondheid kan niet beslissen voor de politie wat de politie moet doen nadat er een lockdown of een lockdown overtreder is. Daartoe zijn er ook bepalingen opgenomen voor die minister specifiek. Of de minister van Volksgezondheid kan niet bepalen voor de minister van Financiën hoeveel steun gegeven moet worden aan wie. Wij houden ons puur bezig met dat risico op besmetting, de kans dat besmettingen weer afnemen of toenemen, de ziekenhuissituatie, de medicijnenbevoorrading, al die aspecten, de vaccinatiecampagne. Maar iedereen kijkt naar de minister van Volksgezondheid, want COVID-19 is een virale infectieziekte, is een pandemie.
En wij hebben verschillende structuren hoe we uiteindelijk tot een besluit komen. We hebben bijvoorbeeld het outbreak management team die ons wekelijks adviseert op basis van die trend die je ziet, wat u net zag, die golven. Dan krijgen we adviezen van het OMT. Daar zitten diverse deskundigen. Onder andere infectiologen, ziekenhuisraad, noem het maar op. Er zijn een aantal vertegenwoordigers daarin. Die adviseert ons. Wanneer ik een advies krijg van het OMT, de minister heeft ook een eigen mening. Dus dat is de mening van de minister. Dat is de mening van de directie van het ministerie van Volksgezondheid. Ja, de directeur, de minister en anderen. Wij beraadslagen, wij nemen het tot ons. We hoeven het niet altijd eens te zijn met het outbreak management team. Wat ik doe, ik breng het naar de raad van ministers of de regeringsraad. Met de president. Wat ik ook verder doe, ik breng het naar DNA. COVID-commissie. En we discussiëren het. En aan de hand van die meningen van de verschillende ministers, krijgen we bijvoorbeeld een advies, bijvoorbeeld lockdown mag worden vervroegd vanwege de situatie in het land. Het gaat beter. Dan gaat de regering beslissen. Maar wie brengt het naar buiten? Dan krijg ik de opdracht van de regering. Breng u het naar buiten. Dus kijk, men zegt, if you don't like the message, don't shoot the messenger, toch? Yeah. Maar we hebben een belangrijke rol. Ik heb een belangrijke rol hierin. Yeah. En ik doe mijn uiterste, ik probeer met mijn uiterste vermogen, met de inzichten van deskundigen en anderen, waaronder de regering, waaronder sectoren soms, waaronder, dat hebben we vooral in die eerste, tweede golf gedaan, met bedrijfsleven, casino's, restaurant, horeca, ook erbij. Luchtvaartmaatschappijen, allemaal, onderwijs, noem het maar op. Hebben we altijd de meningen gevraagd. Het heeft heel veel energie gekost van ons, heel veel tijd gekost. Crisismanagement is niet makkelijk. Ik zie heel veel mensen praten aan de kant leen. Als je in die situatie bent, dan heb je eigenlijk het gevoel soms dat je zegt, niets wat je doet is goed. Want er zijn altijd voor- en nadelen bij elk besluit wat je neemt. Maar je moet kijken naar het groter plaatje, groter algemeen belang. En dat gaat individuele belangen hebben, die worden geschaad. Maar dat mag niet de boventoon voeren als het algemeen belang wordt geschaad. Als het algemeen belang er voordeel aan heeft. Dus het besluit wordt altijd genomen in goed overleg met elkaar. En dat is in elk land zo. U kunt het overal zien, u ziet vaker de premier in Nederland samen met de minister van Volksgezondheid de maatregelen aankondigen. Ja. Nederland hanteert voor reizigers uit Suriname vanaf dinsdag een thuisquarantaineplicht. Dit komt doordat het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, Suriname als een zeer hoog risicogebied kwalificeert. Dr. Javier Assin, coördinator van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19, vindt het besluit van Nederland een logisch maatregel. Dit is op zich een logische maatregel. Omdat Nederland de crisis beheersbaar wil houden. Dus wat ze doen is in Nederland maximaal boosteren. Dat is een enorme inzet geweest. Ze hebben ontzettend veel mensen boosters gegeven. En de reden daarvoor is om te voorkomen dat mensen besmet raken, anderen besmetten of ernstig ziek worden. Op het moment dat je dat doet voor je eigen bevolking, maar je laat dan wel anderen toe die onvoldoende gevaccineerd zijn, onvoldoende beschermd zijn en daardoor dus weer een nieuw risico introduceren, ja, dan doe je iets fout. Dus ik vind het logisch dat Nederland zegt van ja, wat wij hier vinden, wat hier moet gelden voor de mensen die hier wonen en leven, dat moet ook gelden voor mensen die inreizen. Dus zover is het logisch. Nederland, dit is wel een Europese maatregel, hè? Dus het is niet Nederland die dit heeft gezet, het is Europa die dit heeft gezet. Ja. Nederland heeft daar in het begin ook van gezegd van ja, dit is wel heel erg streng. En ze hebben daardoor ook respijt van een aantal dagen gegeven. Maar dit is wat we moeten verwachten in de toekomst. Australië is nog veel strenger. Dat was heel erg in het nieuws, omdat er Novak Djokovic, de toptennisser niet eens mag meedoen aan de Australian Open. Dus dit is wat je kan verwachten, omdat we kunnen daar een mening over hebben in Suriname. Maar als je wil meedraaien in de wereld, dan zul je moeten voldoen aan de eisen die de wereld stelt.
De quarantaineplicht geldt niet voor personen die volledig zijn gevaccineerd en een boosterprik van minimaal 7 dagen oud hebben gekregen. Personen die vanuit Suriname naar Nederland reizen, moeten een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Een negatieve PCR-test moet minder dan 48 uur oud zijn voor vertrek, terwijl een negatieve antigeentest minder dan 24 uur oud moet zijn voor vertrek. Van reizigers wordt verwacht dat zij altijd een formulier met de quarantaineverklaring bij zich hebben, ook als ze niet verplicht in quarantaine moeten. Ierland viert St. Patrick's Day volgende maand voor het eerst in 3 jaar met een parade door de straten van Dublin. En de organisatoren hopen dat de met groen versierde festiviteiten, een toeristische sector die wordt geplaagd door een streng lockdownregime, nieuw leven inblazen. De feestdag van 17 maart, gevierd in steden en dorpen in het hele land, was een van de eerste grote evenementen die in 2020 werd afgelast, kort voordat de economie voor het eerst werd stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. De regering liet vorige maand bijna alle COVID-19 beperkingen vallen, ondersteund door een van Europa's hoogste gebruik van boostervaccins. De resterende beperkingen, zoals het dragen van maskers, komen later deze maand te vervallen. Ook wij kunnen naar het nieuwe normaal als de vaccinatiegraad hoger komt te liggen. De meeste landen die aan versoepelingen doen, zijn landen met een vaccinatiegraad van 80% en meer. In Suriname hebben wij nog niet eens 50% van de bevolking gevaccineerd. Moeten wij daardoor niet als alle andere landen in de wereld ook ons inreisbeleid gaan aanpassen? Op dit moment hebben wij een van de lagere vaccinatiepercentages wereldwijd. Dus het zal een beetje raar zijn wanneer mensen uit andere gebieden komen waar de vaccinatiegraad hoger is. En die voldoen aan alle eisen ten aanzien van vaccinatie wanneer we daar moeilijk over gaan doen, terwijl we hier in het land minder moeilijk doen met mensen die zich minder beschermen. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat wil Suriname vooruitkomen, dan zijn we wel afhankelijk van hoe de wereld over ons denkt en hoe graag de wereld hier wil zijn, wil investeren, wil reizen hier naartoe, geld wil besteden in Suriname. Ik denk dat we daar wel overheen moeten stappen. Het is niet zo dat de wereld heel erg kijkt naar, we willen heel graag naar Suriname en Suriname is het walhalla van alles. Ja. Dat is op dit moment nog niet zo. En ik denk dat we er voorzichtig voor moeten zijn om onaantrekkelijk te worden voor de wereld, doordat we allerlei eisen stellen aan mensen die van buiten komen, die we niet eens stellen aan onze eigen mensen. Morgen donderdag 10 januari om 5 uur in de middag wordt in het buurtcentrum te Sofiaslust aan de Emiel Mijnzaagstraat de reguliere persconferentie inzake de COVID-19 ontwikkelingen in Suriname gehouden. Getracht zal worden om de persconferenties in verschillende wijken te organiseren met als doel de gemeenschap makkelijker te bereiken om de mensen aldaar te motiveren zich te laten vaccineren. Mensen, nogmaals, ga je vaccineren. De groep mensen die nog moeten gaan vaccineren voor een eerste prik is nog heel groot en dat is wel een zorgwekkende toestand. Ook de mensen die zich moeten laten boosteren moeten dat zo gauw als het kan nog doen. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. Ik wil u van deze plek uit een fijne voortzetting van uw dag toewensen. Be safe.